staan bij de Aldi, jongens, en jullie zullen je echt doodschrikken. 5 voor 7 ochtends. Dat is wat ik bedoelde met dat er een run op kat 1 is. Er staan gewoon meerdere mensen hier te wachten voordat de winkel open gaat. Ik neem aan dat ze allemaal voor kat 1 komen. Ja toch, het zijn wel jonge mensen. Dus we gaan zo naar binnen. Ik hoop dat ze alles hebben. Daar gaan we wel vanuit, want we zijn de eerste vandaag. We zijn nog een half aan het slapen. En Kijk, de kogels. Kan ik gooien? Alsjeblieft. Die hebben we ook nog niet. Kleine box. We gaan nu even naar de schappen. Ik hoop dat ze nog... Ja, dit hebben ze nog liggen. Echt 5 over 7. Alle ratellinten weg. Dat was echt te verwachten. Nou, hier heb je de knetterrotjes. Die zijn al open. Er zijn er al een paar van afgestoken in de winkel. Het is echt niet normaal vroeg, man. Even kijken hoe laat het nu is. 17 over 7, jongens. En als je kijkt, hebben wij al een mooie kar vol. Zo, dat is echt wel gek. Kartonknettenlinten. En dat hier zo, ik doe even mijn mondkapje op. Bonbonnetjes. Ja, wat is dat dan? Ja, die hadden we vorig jaar ook. Schijnende, ja, die vallen een beetje tegen, maar hebben we toch op het leesje staan. Nitro's. Ook in de kar gedaan. Veiligheidsbrillen niet. Deze is ook een looppakket. Yes. 70 centimeter. Voor 10 euro. Het is allemaal wel wat duurder geworden. En vooral deze jonge kerels. Als we even zo aan de zijkant kijken. Dit zijn ze. Het zijn een soort van pilly crackers. Dus wel een tegenvalletje. Maar... Wat je me trouwens opvalt. Nou? Nitro's, 50 stuks. Zijn er ook 50 stuks? Nee, zijn er 10. Is dat zo? Ja, 10. Oh ja. Dit pakket, die zat voorheen in een zak. Maar ja, vanwege plastic natuurlijk denk ik dat het niet mag. Knetter Kings, ook niet meer in plastic, maar in karton. Wij hebben zelfs het goed is in een doorzichtige doos. Ja, met dat plastic erop, ja. Klopt. Dat gaan jullie zo meteen ook zien. Die hebben we nog in de auto van vorig jaar. En deze. Fonteinenbox. 20 fonteinen erin. Voor 7 euro. Echt de moeite waard. Ja. Zijn mooie dingen. Ik zou zeggen, we gaan afrekenen. En dan wachten tot het lichter wordt. Want het is nog ontzettend vroeg natuurlijk en donker. En dan gaan we het even testen. Vooral die stoken. Deze ben ik benieuwd naar. Laten we er nog maar een paar mee doen. Ja, joh. Ik zei al, jongens, er komt een run dit jaar op kat 1. Maar dat is nu echt werkelijkheid geworden. En ja, je ziet het, hè? Alleen het gekke is dat iedereen voor de ratellinten komt. Terwijl dus er ligt echt nog wel leuk vuurwerk hier, hoor. Ja, die rotjes zijn ook lachen. Net de rotjes ook, inderdaad. Inladen maar, man. Alles op de band. Het lijkt wel alsof we in Duitsland zijn, man. Die donker en zo. Ik denk het wel, hè. Gaat hij goed, kijk. Inlaaien maar. Bijvullen in de auto. We staan momenteel bij de Aldi in Delft. We waren er net natuurlijk bij een andere vestiging. Hey, wat heb je dan? Kijk. Hé, hey, lekker man. Hele kar vol, gek. Hey. Zo. Strijden, jongen. Muziek. Ja, we hebben gegrijd, jongens. Zo. Het wordt een knallend uiteinde. Ja, ik zou eigenlijk voor Barkie halen, man. Maar toen zei jij zo van, ja, pak wat je pakken kan. Maar toen dacht ik, ja, weet je, boeien. Kijk, dit is ook vol. Oh, ziek man. Kartonnetje knetterlinten. Jullie hebben deze. Kijk, deze is volgens mij kut, man. Ja, maar die gaan we wel even testen zo, man. Precies dat andere pakket. Oh, deze. Ja, deze is wel ziek, volgens mij. Klopt, klopt. Ik zou zeggen, laat maar in, man. Hier liggen dus geen knetterlinten meer. Nee. Alles weg. Jij hebt ze ook ze niet waren meer. Waren er al voordat ik er was. Waren ze al weg. Ja, dus even voor de zekerheid, jongens. Jordi heeft ook geen knetterlinten kunnen regelen. Die was, er waren een aantal mensen hiervoor. En die hebben ook gewoon kartonnen weggehaald. Zoals jullie zien, het is nu een beetje licht aan het worden. We gaan zo stoken. We hebben hier al het vuurwerk van de Aldi liggen.
En dat gaan jullie zo meteen zien. Allereerst heb ik hier een aansteker van My Plasma, jongens. Een van de laatste mogelijkheden, want deze gaan als een speer natuurlijk. De zwarte stick. Kortingscode Pirateam Delft voor korting. En kortingscode Pirateam Delft 2 voor hogere korting. Maar die is slechts een paar keer geldig. Jullie weten hoe het werkt. Myplasma.nl. En kijk, wat houdt het in? Het is een elektrische aansteker. Die doe je open. En dan kan je mee stoken. Op te laden via USB. Super handig. En ik zou zeggen, bestel hem nu. Want omdat alle winkels dicht zijn, bestelt iedereen natuurlijk online ook bij andere winkels. En daardoor kan je nog wel eens vertraging hebben met PostNL. Nou jongens, we beginnen even met het Fontainemix pakket, omdat het nu nog een beetje schemer is. Zo, even een fonteintje met schemer. Ik sta ook precies in de rook uiteraard. Ja. Oké, oh yes. En wel, weet je wat gek is? Normaal stoken we en dan wordt het donker. Nu stoken we en dan wordt het licht. Het effect is best wel klein volgens mij, man. Nee. De rook blijft ook echt hangen hier. En wel sfeer, toch? Ja, man. Dus hoe langer jullie kijken, jongens, hoe lichter het wordt. Blijft een van de betere vuurwerk natuurlijk. Oh, je hebt er zin in, Des. Hey, die oh, die zal lachen, man. Laat ze het nu? Hey, die zijn zeker mooi, man. Laat ze het nu? Best wel laat toch, hè? 7:15. Ochtends. Ik dacht alleen dat dit knetterfonteinen waren. Oh, het staat er ook. Knetterfonteinen, ja. Nou, die knetter niet heel erg. Hey, die namen zijn raar, hè? Hij is wel anders dan vorig jaar, volgens mij. Niet. Oh. Mooi sfeertje, hè? Ken ja, je man, het lijkt net oudjaarsavond, hè? Het valt niet eens op dat hier rook van het vuurwerk is. Ja, hier zitten allemaal dingen in, hè? Ja, hier zijn sommige lijken potjes, maar er zitten dan allemaal kleine meuken in of zo. Ja, hier was ook een koker met knetterballen. Hier. Oh nee. Hè? Die hebben ze er ook uitgehaald. Zijn het happiness? Volgens mij wel, man. Nou, ik zou zeggen, doe ze maar. Is wel heel heb je net zonder geel. Heb je net? Ja, dat stelt weinig voor, hè? Ja, dat stelt echt niks voor. Maar dit is niet echt happiness, man. Nee. Happiness fluit normaal toch? Happiness en dan. Klopt. Stokers. Ook dacht dat je mee gegooid hoor. Oh. Huh? Hoe dan? Een verdwaalde knetterbol. Maar vind je niet dat ze bij het begin zijn ze wel redelijk, maar nu zijn ze lager dan vorig jaar volgens mij, hoor. Ja, daar wordt weer een auto neergezet. Nou, dit is wel waar je om 12 uur mee staat als je het legaal doet. Kijk eens, pyromanen. Het staat aardig blank hier. Ik wens je veel succes met opruimen zo. Oh. Publiek. Ja. Ze kunnen ons nu boeken. Ik heb er nog meer. En hier zat dus vorig jaar, jongens, een koker in met knetterballen. Huh? Weet je dat nog? Oh ja. Die ja, hadden uit. Hier, doe die fontein even. Ja. Ja, kan zijn dat hij ergens anders nog in zit. Ik dacht dat scholen dicht waren, joh. Dat is een opvang, denk ik. Ja. Yeah. Met je kop erboven. Er zit een opvang. Ja, het wordt nu licht. Hey, wel mooi deze, man. Ja, jongens, het volgende stuk zijn de ratellinten. We hebben natuurlijk een karton, maar ook losse verpakking. En ik ben benieuwd of die dit jaar anders is of iets. We hadden er al eentje getest voor de Aldi. Of in ieder geval wij niet, maar een andere jongen. Yes. Volgens mij is die namelijk harder. En wat benieuwd. Oh. Hey, daar. Eerder.
Hij gaat sneller. Ja. Dat is het. Gooi van heel katoenetje. Er staat 10 seconden op de website dat hij erover doet, maar dit is wel een stuk sneller. Wacht. Nee, je kunt gaan. En anders merk je het snel genoeg. Ze gaan sneller dus, zei Jordi net. Enig echte pyro. Volgens mij wel. Ja. Het zijn harder, man. Ja, dat zijn wel. Het zijn echt harder. Ja, dan is het vet om even heel pakketje te doen natuurlijk. Ja, doe maar. Ja, ga je weer illegaal heel doen, pakketje, man. Heel pakketje. Jezus. Zo. Zou ik precies... Zo. Hoi, yo. De nieuwe dingen dit jaar, de knetterkogels. Die lagen ook heel erg toevallig, of heel erg verdacht, lagen ze nog in de volledige schappen. Ja. Omdat mensen weten dat ze niks voorstellen. Nee, is gewoon een knetterbal, kijk maar. En die kleurt er al uit. Nou, maar eerlijk is eerlijk. Besef, je krijgt er minder en je betaalt meer, een stuk meer. Ja, man. Vallen echt tegen, hè? Ja, dit is echt goed, man. Voor dat geld. Het is wel zo gezegd beter voor het milieu, hè, omdat het karton is. Ja, het is echt beter voor het milieu, jongens. Oh, het is beter voor het milieu. Biologisch afbreekbaar. Alles wat er gebeurt in de wereld. Ja. We hebben ook nog de nitro's. Zo. Even kijken hoe deze dit jaar zijn. Nieuwe verpakking, toch? Er zit ook weer een gekke badge nummer in, man. Ja, geef mij zo even. Hop. Zo zeggen, zet me recht op. Deze komen wel hoog. Hey, Knetterkings heb je niet meegenomen, trouwens. Raar, hè, dat papier. Nou, deze is al... Dat papier is zo raar. Zo. Joh. Zo dan. Ja, ben je ready? Ja. Jordi, film je? Jo. Ja, niet groot dus. Hey, kijk het verschil tussen links en rechts. Ja, echt hè? Hoe dan? Ja, nu niet meer. Ja, ze zijn wel netjes. Deze zijn wel het geld waard, dat wel. Het is wel leuk om een pakje te hebben. Ja, jongens, de nieuwe knetterkogels. Als deze tegen je aankomen, jongens. Nee. Deze dingen hebben het effect van kogels. Hoppa, stooksessie, à la Jordi. Hier, kom je, ik help wel. Zometeen stooksessie 2, maar dan op het schoolplein. Hier, doe gewoon eentje in dat doosje, goed. Ja. Gaat alles af. Yo, heb je nog van pijn? Je kijkt hoe slecht je is. Hey. Ja, het is wel een gekke rookbom, man. Wat we ook missen dit jaar zijn de grondbloemen, man. Ja. Oh, voedzoekers missen we ook, maar vooral grondbloemen. Ja. Dit was de shopvideo van de Aldi in Nederland. Wat een chaos was het vanochtend. Laat even weten in de comments hoe het bij jullie Aldi was. Hebben jullie nog wat kunnen regelen? Ik ben heel erg benieuwd. Misschien ratellinten of wat dan ook. Want vooral de ratellinten waren echt als eerste op. Wij hebben hier nog wat afgestoken. Wij gaan ook nog even verder. Dus dat is mooi. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Oud en nieuw gaat voor ons gewoon door. Ik zou zeggen, doe een like omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video.